Problemen oplost. Wat zullen de anderen tegen me opkijken? Elke heks en schurk probeert altijd de beste te zijn. Maar zonder succes. Mij gaat het gewoon lukken dit keer. Ik moet alleen het laatste ingrediënt hebben. Mevrouw, de gebelde kikkertenen zoals u vroeg. Ah, kakkerlak. Dankjewel. Mijn naam is Jacques, mevrouw. Ja, laat me maar weer met rust. Zoals u wenst. Oh, wat een prachtige dag. Mooie blauwe lucht. En het zonnetje schijnt. Wat zal ik vandaag te rust gaan doen? Hey, Luna. Ben je daar nou alweer? Heb je ze nou alweer uit? Ja, ze waren superleuk. Je moet niet zo snel gaan lezen. Dan moet ik straks nog boeken gaan bijkopen. Ik zal het proberen, opa. Deze boek al zo lang lezen. Er mist echt van alles. Een paar dagen geleden was hij nog helemaal niet zo. Jeetje, Mina. Is het alweer zo laat? Oké. Tijd om af te sluiten. Nou, Luna zal weer naar huis gaan. Jeugdvertegenwoordig zegt ook helemaal niks meer. Had ik die deur nou afgesloten? Ja, vast wel. En ik ben verdwaald. Nee, dit is een grapje. Een grapje? Nee, helemaal niet. Ik ben zo ernstig als ik maar zei kan. Ik ben verdwaald. Ik heb het koud en ik wil graag naar huis. En ik weet nog steeds niet wie jij bent. Oeps, ik ben Luna. Zullen we naar binnen gaan? Graag. Ga zitten. Dank je. Ben jij de Fantasia? Ik denk het. Zijn er meerdere dan? Nee,
Maar, ik bedoel, ik ken je. Ik zat net je boek te lezen. Oh, maar dat is niet erg. Als je hem straks maar wel weer teruggeeft. Maar hoe kom je eigenlijk aan mijn boek? Die heb ik helemaal niet uitgeleend. Heb je die gestolen? Ben je soms een dief? Nee, dat denk ik niet. Dan ben je wel een kleine dief. Nee. Ik ben geen dief. Ik heb niet jouw boek, maar een boek over jou. Hier staan de avonturen van jouw Suzette in. Oh, wonderlijk. Ik heb veel gekke dingen gezien, maar dit slaat alles. Ik snap dat het moeilijk te begrijpen is. Ik snap het ook amper. Hoe ben je hierheen gekomen? Ja, wist ik het maar. Het ene moment was ik thuis. En het andere moment was ik... ja, hier. Waar je hier ook wezen mag. Nou, we zijn... Hé, hey, wat is dat? Oh, doen ze dat altijd? Nee, dit is de eerste keer. Pak het dan. Zij geeft niet voor niets licht. Deze ken ik niet. Het verhaal van Medea. Oh, die ken ik ook niet. Nee. Het klinkt niet zo leuk. Nee. Er staat wat. Lees eens voor. Er was eens een boze heks, genaamd Medea. De heks was het zat dat ieder verhaaltje steeds slecht afloopt. Voor de slechteriken. Dus besloot ze belangrijke karakters uit de sprookjeswereld naar de echte wereld te poeven. Hiervoor gebruikte ze een boosaardige spreuk. Wat gemeen! Het gaat nog verder. Zoals aan iedere spreuk zit er wel een keerzijde. Als de held van het verhaal binnen 7 uur het raadsel weet op te lossen, wordt ze weer veilig naar huis getoverd. Maar dat ben ik. Dat ben ik. Maar ik ken helemaal geen Medea-heks. En wat heb ik haar misdaan? Dat weet ik ook niet. Maar zo te horen moet je een raadsel oplossen. Maar hoe kom ik aan een raadsel? Ik heb helemaal geen raadsel. Ja, dat weet ik ook niet. Heb je niks geregeld toen je hierheen kwam? Dit zat hier net nog niet. Wat is dit? Een briefje. Misschien? Kijk er snel op. Oh. Maar dit begrijp ik niet. Staat er wat je moet doen? Ja, nou, nee. Er staat hier wat en de rest begrijp ik niet. En wij zien? Oh, dit is een rebus. Een rebus? Wat is een rebus? Dat is een zin uitgebeeld in plaatjes. Een puzzel die je op moet lossen. Maar hoe werkt dat? Nou, kijk. Dat figuurtje. Een mens. Ja, maar hij wijst naar de baard. De baard. Min B en min D plus W. Dus, dan krijg je... Waar? Oh, maar die is makkelijk. Dit is een ster. Ja. Oh. Waar... Ster. Een deur. Deur. Min ur is... De. Waar? De. Ster. Maar wat is dit dan? Een dit is weer een mens. Min A. Mens. Man. Men. Nee, dat is niks. Papa. Pap. Papa min A is pap. Nee, dat is het ook niet. Oh, nu zie ik het pas. Opa min A is op. Ja. Oh, hier weer deur. Die hadden we net ook. Dus dan wordt de. Waar de ster op de. Oeh. Wat is dit? Is weer die opa. Kaal. Kaal. Hij wij zijn. Ja, kaal. K is P. Kaal. Paal. Paul! Paul! Hé, hey, maar die ken ik! Daar heb ik wel eens over gehoord. Van de reizende minstrelen. Ja, dat is zo'n beestje wat in de bomen leeft. En die hangt aan zijn staart. Heb je nog nooit een aap gezien? Nee. Nee. Ik kom uit een wereld met kastelen. Prinsen op paarden. Draken. Reuzen. En ja, eigenlijk dat soort dingen.
reuzen, kabouters, draken. Ja. Dat zijn allemaal monsters. Nee, sommige niet. Sommige zijn best aardig. Mijn oom is toevallig een reus. Ja, maar jullie hebben zelf van die monsters. Ik werd aangevallen toen ik hier net aankwam. Dat was gewoon een auto met een chauffeur. Oh. Nou, we moeten verder gaan. Oh. Dus, aap. Aap. Staart. Hey, wij telt je wijs naar de staart. 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 Min R. Staat. Dus, waar de ster op de paal staat. Waar de paal op de paal staat. Ja, maar wat bedoelen ze daar nou mee? Ik weet het, kom. Echt waar? Ja, kom. En ik denk dat ik weet waar het is. Echt? Ja, kom. Oké. Ik moet mijn volgende plan uitbroeden.